We zijn nog altijd in afwachting van de uitslag van de achtste koers. Voordat de huldiging gaat plaatsvinden, zien we de ponies al passeren. Dat komt omdat ze een tweede ren zo dadelijk hebben. En die kunnen nu alvast op naar het startpunt. En wij wachten op de beslissing van het draverijcomité. Zodra het groene licht er is, gaan we de winnaar huldigen. En gaan we ook direct daarna van start met de tweede ponyren. Groen licht, dames en heren, we kunnen gaan huldigen de winnaars. Masai Tom Kooijman. Zij wonnen in een kilometertijd van 1:16.9. Tweede Masai. Plaats, nummer 1, Godiva Flevo. Derde de 3, Fleetwood Max. Vierde de 7, Gideon Arenkaan. Vijfde de 8, Samson Ries. 4-1-3-7-8. Rogier. Ja, dankjewel Martin. Ik was te snel. Excuus daarvoor. Tom, van harte. De eigenaar zegt, ik zag een knikje op het laatste stuk. Ik zag een paard dat harder wilde dan dat hij mocht. De eigenaar had gelijk. Toch wel? Maak je zorgen? Wat was er dan? Nou, hij was niet, ik vond hem niet sound de laatste 200 meter. Of hij nou te loopt te lummelen. Of, nou, hij liet nou liet, oh, de hele weg liep hij weer te lummelen. Ik had de aanspanning een beetje veranderd. Ja, hij wint wel nog hier, dat is natuurlijk het voornaamste. Maar, ja, ik weet niet. Je had het gevoel dat je hem vast moest houden? Ja, er kwam natuurlijk niks. Dus hij, en hij weet precies waar de finish is. Want hij gaat door die finishpalen, dus staat hij al stil. Dus ja, hij is slim genoeg. Wat ga je nu doen dan? Even nadenken weer. Wat we meestal doen met paarden, dat moet je nadenken. Ja, nou ja, ik kan je ook niet adviseren. Het is een geweldig paard en we lossen het wel op Rogier. Hij heeft hier gewonnen, dat is het belangrijkste. Ik denk dat je maar veel naar Duinig moet komen. Nou, dat is een goed plan. Goed plan. Tom Kooijman, hij wint met Masai. Deze vierjarige donkerbruine hengst. Mussel Hill uit Epangelien, Duits gevokt. Robin Goudsblom, de eigenaar. Tom Kooijman, de trainer en de rijder. En hij gaat zo dadelijk zijn paard weer terugnemen. Zijn helm weer afpakken van zijn secondant. Maak even een mooie foto, Bas, van... Van meneer Van Wijngaarden. Hij wil zo graag in het boekje, Hans en Douwe. Jullie knippen hem er altijd af en hij pikt het niet meer. Van Wijngaarden. Even lachen, Kale, want je komt in het boekje. Je komt in het boekje, even lachen. Oh, niks aan de hand. Nou, daar komt hij aan. Masai, dames en heren. Tom heeft toch nog even wat te puzzelen aan hem. Maar ja, het zegt veel over zijn klasse dat als hij niet helemaal top is, dat hij het toch op zo'n manier afmaakt. Masai, Tom Kooijman. We'll be right back.